Blijf nog even zitten, want ik ga ondertussen met een andere expert in zaken digitalisering van het beroep. Dat is Erik. En wij gaan het hebben over smart buildings, mag ik het zo samenvatten, Erik? Uiteindelijk wel. Uiteindelijk wel. We gaan zoeken naar de juiste presentatie en dan kunnen we samen daar verder over praten. Jepa, dat zou deze moeten zijn. Ja. Voilà. Even de pointer nemen. We gaan nog eens proberen. Rechts geef je signaal aan die laptop, dat die naar de volgende slide mag gaan. Ja. Ik volg hier gewoon mee om te weten waarover we spreken. Prima. Dus, maar we hebben het over elk gebouw een smart building. Dat is trouwens ook weer een van de elementen die in dat fameuze congres van CD, waar Koen al geweest bij de inleiding, gezegd werd van kijk, PropTech, IoT, Internet of Things, dat zijn ook allemaal dingen die in de komende maanden en jaren steeds vaker zullen gehoord worden. Eigenlijk zit dat ook een beetje in het verhaal van Keypoint al. En ja, daardoor kunnen we tamelijk banale interventies die cynici vandaag nog moeten doen, kunnen we die eigenlijk voor een groot stuk aan de technologie overlaten. Hè? Zodat we meer met kwaliteit kunnen bezig zijn. Dat is de essentie van het verhaal. We hebben daar trouwens onlangs ook een panelgesprek over gedaan. In nieuwbouwappartementen is dat niet onmogelijk. Maar laten we misschien vandaag ook voor een stuk gaan over het patrimonium. Want heel veel bestaande gebouwen, dingen die concreet zijn. Want nu zeggen sommige mensen misschien, die PropTech, dat is voor die nieuwe dingen, dat is allemaal niet voor ons. Maar er staan toch 100.000 GMB's te wachten om een stukje geautomatiseerd te worden. En deze man naast mij, die kan dat, denk ik. Wij kunnen dat. Wij kunnen dat. Erik, wat zullen we doen? Presentatie bekijken, slide bekijken? Misschien een korte introductie, want die had ik er niet in opgenomen. Ja. Goedemiddag iedereen. Ik ben Erik van Esbroek. Ik ben medeoprichter en zaakvoerder van SPM Technologies. SPM staat voor Shared Property Management, wat wij denken de Engelse vertaling van syndicus te zijn. Ah ja. Dus als je dat bij elkaar pakt, dan werken we rond technologie van de syndici. Maar een extreem focus op kostendelingsplatformen. Wij zijn opgestart met een beperkte perimeter. Dus wij gaan kostenverdeling doen aan warmte, elektriciteit, gas. Maar we hebben daar wel wat keuzes in gelegd die het simpeler voor ons maken en ook sneller voor ons maken van uitrollen. Ik geef als voorbeeld. Een jaar of 7, 8 geleden zijn we naar de markt beginnen kijken. Hebben gezien dat er enorm veel verschillende technologieën, verschillende aanpakken bestonden. En daar hebben we gezegd, dat gaan we niet doen. Elk gebouw dat wij gaan uitrusten, daar stoppen we de modem. Moet op afstand uitleesbaar zijn. Ja. Al onze sensoren die we erin plaatsen, die moeten draadloos verbindbaar zijn. We hebben zelfs modems tegen elektriciteit nodig die op batterijen werken. Dus dat is een basisplatform dat we gecreëerd hebben een jaar of 6, 7 geleden. En waar nu toch een aantal tienduizenden meters in België staan, verspreid over honderden duizenden gebouwen. Ja. Dus we zijn eraan begonnen. Nu zitten we in de fase dat we de sensoren aan het uitbreiden zijn, de tweede fase. Wat nemen we nu mee? Nu nemen we mee bijvoorbeeld rookmelders, vochtigheidsmeters. Een belangrijke toepassing is ook temperatuurmeters. Dus als je bijvoorbeeld denkt aan ziekenhuizen of vaarhuizen met koelcellen, is het heel belangrijk om die te bewaken. Dus nu zitten we in de fase dat we het bereik van IoT eigenlijk stelselmatig aan het uitbreiden zijn. Loopt goed. We zien dat de markt van de chemische in België voor een stukje conservatief is. Maar langs de ene kant begint die conservatief omwille van het feit dat we zeggen we moeten voorzichtig zijn. Dat we geen avonturen, want wij moeten het verkopen aan de VME. Ja. En die straft ons onmiddellijk af wanneer we te snel zijn geweest of te enthousiast. Ja. Vandaar dat we misschien een beetje die voorzorgsmaatregelen. Ja. En dat begrijp je ook. Het is daarom dat wij een simpele keuze gemaakt hebben. Wij willen niks experimenteel op de markt brengen, alleen maar robuuste, bewezen technologie die je in een gebouw kan schuiven en daar zit geen probleem ermee. Die opstelling die zorgt er ook wel voor dat we heel proactief ons netwerk kunnen monitoren. Ja. Dus het gebeurt dikwijls dat er ook die IoT-devices, die metertjes die kunnen kapot gaan, het gebeurt dikwijls dat we die al lang vervangen hebben voor de syndicus of een medewoner ziet dat er iets stuk is. Ja. Dus dat is ook een onderdeel van de service die we brengen. Dat is fase 2, daar zitten we nu volop in. Syndici zijn conservatief, maar je ziet er ook andere komen. Je ziet nu syndici samenkomen tot grotere gehelen. Ja. Je ziet jongere mensen doorstromen en die zijn wel geïnteresseerd in innovatieve concepten. Ja. En dan kom ik aan fase 3.
Ja. Zit het wel in de presentatie of is het nog terug? Ik denk wel. Ah. Uitgangspunten. Ja. Ja. Eerste fase. Ja. Ik in de volgende slide zie je. Deze? Ja, 99% zijn oude gebouwen. Ja. Dus dat was ook aan de grondslag van onze gedachten. Misschien even een kort zijsprongetje. Hoe zijn we met deze markt in contact gekomen? Door onze Nederlandse collega's. Ja. Een jaar of 19 geleden door vrienden heen leren kennen. Die mensen hadden 25 jaar ervaring en heeft ons het voordeel gegeven om daarop verder te kunnen bouwen. Ja. Dus om die wat simpeler technologisch te doen. Het was misschien interessant. Nederland, sorry, hebben we het al over gehad. Zij zijn ook de uitvinders van meerjaar onderhoudsplanning met de conditiemeting van gebouwen en dergelijke dingen meer. Ja. Dus zij hebben natuurlijk ook er belang bij. Daar komen natuurlijk ook weer onderhoudscontracten en ESCO-formules, waarbij dat de onderhoudende partij ook kwaliteitsverbindenissen, resultaatsverbindenissen aangaat. En daar dan ook wel belang bij is dat het soort meters geplaatst worden. Ja. Onze visie is, als we kijken naar het Vlaamstalig landsgedeelte, is dat een verhuurmarkt. Ja. Daar wordt bijna alles in stand gehouden in plaats van 10-jarige contracten. Ja. Het 12e landsgedeelte is meer een verkoopmarkt. Mm-hmm. Dus die 10-jarige contracten die houden alles in op het vlak van onderhoud, proactieve monitoring van het netwerk, meters gaan vervangen, de afrekening zit erin, dat is allemaal voorzien in die 10-jarige contracten. Ja. Dan is er een derde fase. Ja, ja. Dus dat is de samenwerking met Organimo. Ja. Een derde fase. Daar gaan we naartoe moeten gaan, hè? Ja. Want onze tijd loopt. Oké, nee, ken ik dat niet. Dus in een samenwerkingsverband met de Koen van Organimo, wat we trouwens heel graag doen, stellen wij ons op als, en dat is een beetje pejoratief, zo niet bedoeld, als een vergaderbak van data. Hm. Dus wij collecteren enorm veel data, hoe langer meer sensoren IoT devices, dat is een vergaderbak van data, en wij stellen die de beschikking van Organimo, die daar een service layer bovenop kan leggen. Hm. Ik kan een heel simpel voorbeeld geven dat iedereen zal begrijpen, als je een syndicus hebt die vakantiewoningen verhuurt, dan is Organimo perfect in staat om te signaleren, hé, daar loopt een kraan of die verwarming die loopt, maar dat is niet verhuurd, want dat klopt niet. Dat zend ik met Michael. En dat bedoel ik service leren. Maar dus eigenlijk, wat we moeten ons bij gaan houden. Eigenlijk de essentie van het verhaal is, ook weer digitaliseren. Het afstoten van, maak zeggen, kleinere taken. Hè? Het eigenlijk ook voor een stuk verhogen van de kwaliteit, zoals je zei, door feedback te geven van oh, hier kan iets niet, hè? Want vorig jaar hebben we maar zoveel gemeten, nu hebben we zoveel gemeten, er is iets fout aan het gaan, dat kan eventueel, hè? Absoluut, dat kan een meerwaarde zijn, en zoals je zei, ook altijd weer in dat perspectief van als je wil groeien, hè? En de jonge syndici hebben dat blijkbaar goed begrepen, dan moeten wij niet zelf ook personen die meter gaan aflezen. Dat is inderdaad een doelstelling. Dat zal inderdaad beter kunnen of anders kunnen. Hè? Ja. En vandaar zeg je, dat is ook weer geïntegreerd in de samenwerking. Het samenwerkingsmodel, ja, tussen organen. Dus jij zorgt ervoor dat die data binnenkomen, ja, en jij kan die data dan... Ja, dan gaan we die data eigenlijk gaan correcteren voor hen en terug in Organimo Syndic gaan we dat kunnen aanvullen. Organimo kent heel goed het proces van de syndicus. Organimo kent heel goed de gevoeligheden, sterke zwakke van de syndicus. Die kunnen een service leren bovenop leggen die per syndicus plezier doen. En zoals je zei, wat we nu al doen met de gewone dagelijkse metingen, die kunnen ook kwalitatief op termijn evolueren, ja, naar temperatuurmeting, naar vochtigheid, weet ik veel allemaal. Ja, dat is nu het geval. Kwaliteitsbeheer. De volgende stap, en dat is dan de derde fase, en daar worden we gestimuleerd, zeker vooruitgetrokken door een aantal syndici, is niet alleen maar om data te collecteren, maar dingen te binnen sturen. Zoals door PLC's de verwarming binnen sturen, ah ja, kleppen binnen sturen, dingen openzetten, dingen toedoen. En daar worden we door een aantal innovatievere syndici vooruitgetrokken. Ja. Wordt geprikkeld. Ja. En dat doen we graag mee trouwens. Ja, ja, ja. Maar jij hebt heel veel ervaring ook in die hele sector in de voorbije jaren opgebouwd. Ja, en daarvoor, want ik ben niet meer van de jongste van vandaag. Je bent niet de jongste van vandaag, dat is juist. Ja. Dankjewel. Maar daarvoor heb ik even wat ervaring in IT. Ja.
En dat zijn toch altijd dingen die terugkomen. Je herkent zaken die kunnen, je ziet zaken die kunnen, et cetera, et cetera. Want ervaring is heel belangrijk. En kwaliteit. Ondertussen is Koen er terug komen bijzitten. Ik ga Erik bedanken. Mensen die nog meer informatie willen... Matthijs, toon nog even die laatste slide als je wilt. Die kunnen in ieder geval mailen naar Erik. Hoe eenvoudig kan het zijn? @spmtechnologies.be. Alleen een beetje... opletten met de vingervlugge tekstverwerking, maar voor de rest zal dat zeker en vast lukken.